Mijn naam is Marco van der Weert, directeur van Johannes Orgelbouw. Graag vertel ik u iets meer over onze Monarch-orgels. Steeds vaker wordt er in de orgelwereld gesproken over hybride of combinatieorgels. Maar wat betekent dat nu precies? Een combinatieorgel, het woord zegt het al, is een combinatie tussen een pijporgel en een digitaal orgel. Deze combinatie biedt uw kerk vele voordelen. Zo kunt u uw verouderde speeltafel vervangen door een vaak goedkopere digitale speeltafel. Ook kunt u eenvoudig extra stemmen toevoegen aan uw huidige pijporgel. Johannes Orgelbouw heeft de afgelopen 10 jaar voorop gelopen bij de ontwikkeling en de bouw van combinatieorgels. Die hiervoor gebruikte geavanceerde technologie blijkt erg snel en betrouwbaar. In deze video nemen we u mee naar 3 installaties in België. We geven u verschillende voorbeelden van Monarch-installaties, maar ook van een combinatieorgel. Ik wens u veel plezier. De oude situatie was zo dat er een tiental registertjes waren, maar heel stille registers. We hadden eigenlijk in de kerk, als we hier zaten te zingen met de mensen in de zondagsviering, was het eigenlijk amper te horen, het orgel. Het was zo dat wij eigenlijk wouden dat mensen in de liturgie echt meezongen. Volop meezongen en dat het orgel uitgebreider was. We vonden dat het bestaande instrument mocht blijven, maar volledige restauratie was te veel geld. En volledig digitaal gaan was dat weer spijtig naar het oude orgel toe. We hebben dus een aantal registers gaan uitzoeken bij Johannes en Ede zelf. We hebben die helemaal aangepast, of het is te zeggen, we hebben ze zodanig aangepast aan het orgel dat bestond, zodanig dat dat niet overstemt, maar dat eigenlijk de digitale registers helemaal samengaan met de bestaande pijperegisters, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk prachtig. Je hoort het oude orgel nog volop doorspelen en het nieuwe orgel vult dat eigenlijk zeer goed aan, moet ik zeggen. De samenwerking met Johannes vonden wij heel positief op allerlei vlakken. Gewoon omdat er ook geluisterd werd naar wat is het de probleemstelling hier. En het aanbod dat eigenlijk niet overstemmend was aan wat de vraag eigenlijk was van ons. Dus eigenlijk allemaal zeer goed verlopen. Je hebt zeker te maken met een tevreden klant, ja. We zijn heel tevreden. Het probleem hier was een oud orgel, oorspronkelijk 1756, maar in een erbarmelijke toestand, zeker wat de windkanalen betreft en zo. Er waren er enorm veel kosten aan, zodanig dat het kerkbestuur zich vragen begon te stellen over dat bedrag. En dan zijn we op zoek gegaan naar een andere oplossing.
Het meubel van het orgel is barok. Dus hadden we direct geopteerd voor een barokke dispositie. En het orgel in te bouwen. Visueel is er in de kerk niks veranderd. Maar de klank uiteraard is 1000 keer beter, zou ik zeggen. Het is een barokorgel geworden, 2 klavieren, 35 registers ongeveer. Ja, dat is het, met pedaal ook uiteraard. En met een klank, een schitterend barokklank. Dat is de nieuwe situatie. Schitterend. Plezier om op te spelen. Je zou uren per dag studeren. En goede reacties van de mensen en zo. Kan niet anders. Heel vloeiend, heel vlot. Ik heb zelf de dispositie kunnen samenstellen, de registers gaan beluisteren. Van als er ook maar iets was, een telefoontje, alles kwam in orde. Ja, dat was aangenaam samenwerken. Toen ik hier toekwam in het jaar 95 was dat, ja. Dan heb ik hier een orgel aangetroffen dat oorspronkelijk een mooi instrument moet geweest zijn. Een schijvenorgel eind 1800, een mooie orgelkast ook, met een beperkte, mooie, romantische dispositie. Maar door de jaren heen is daar veel aan veranderd en zeker de laatste restauratiebeurt is het eigenlijk helemaal verknoeid. Dan zaten we met een situatie dat we zelfs het orgel niet konden stemmen. Als je achteraan de deuren opende, dan stond je voor een muur van pijpwerk. Je kon dus nergens aan. Ik heb er dus 12 jaar op gespeeld zonder enige stembeurt. En toen heb ik het kerkbestuur erbij geroepen om te zeggen dat er toch wel een serieus probleem was. Wel, de kerk had als eerste wens het orgel restaureren. En dan heb ik gezegd, dan moet het helemaal afgebroken worden. Dan moet het helemaal opnieuw gebouwd worden, maar dan zet je met een serieus kostenplaatje. Dan heb ik hen voorgesteld om het met een lelijk woord te zeggen, om er elektronica in te steken. Dan waren ze een klein beetje weigerachtig. Maar dan heb ik hen kunnen overhalen om de firma Johannes en Ede te bezoeken. Zijn we dan met het hele kerkbestuur naartoe geweest. En dan waren ze direct overtuigd om daar een Johannesorgel in te bouwen. Nu heb ik een 3-manuaalsorgel, 53 registers, allemaal romantische samples, want de oorspronkelijke orgelkast is een romantische orgelkast, dus gaan wij ook een romantisch orgel er laten inbouwen. En visueel is er ook in de kerk niks veranderd, de kast is helemaal opgesmukt, maar het binnenwerk is Johannes. Ah, ik ben een gelukkig organist. Dat is kort en bondig gezegd.
Oh, zeer goed. Ik ben dus eerst op bezoek geweest bij Johannes met het kerkbestuur. En dan ben ik daar voor de eerste keer geweest. En hebben ze me heel de fabriek getoond. En dan heb ik hier van dat orgel heel de dispositie kunnen en mogen samenstellen. En ze hebben dat gebouwd precies zoals ik wou. Ik ben zeer content daarover.